Wel, ik ben kinderskind met elkaar al vanaf 6 jaar oud is school daar. En tieners het mij kom help in de Roemenië, Afrug. En het eerste jaar waren goed te gaan. En toen is nou terug aan hierdie jaar om te gaan weer af te gaan. Toen sê ek, daar is tieners, sy spraak, is bietjie, as hy iets fout met sy spraak, en het bietjie sy rechterbeen gesleep. Nadat Chester Williams achtergekom het, dat hy fout met sy vriend tieners sy neer, het hy om oortuig om vir medische toetsen te gaan. Linnea het die toets laat doen en is toe dat motorneuronsiekte by hom gediagnoseer is. Williams het laas week ontbijt en geldinsameling vir Linnea in Brackenfell bygewoon. Vriende, as ook oud-pok africhter Pieter de Villiers en Kobus Wiese, was daar gewees om al ondersteuning te wys. Ons financieel gaan nou wat ons omjaar met sy medies en toek, maar ek denk emotioneel, hulle train het, is baie training, want hy raak moog en baie mense rondom, mense praat met hom en hy raak moog. Hy probeer so veel as moeilike vol lewe lei, dieselfde met Joost, is in die gang, Joost gaan nou weer ook oor see, so, en hulle al twee is, ek denk hulle stel een voorbeeld van mense in die toekomst wat die motoneuron siekte gaan opdoen, dat mens kan so ver as moeilik weet, met ondersteuning rondom jou van die publiek en van vriende, en dis waar het gaan, die ondersteuning is geweldig baie gelukkig.